Goedendag allemaal, ik ben Ivan Tayapin en vandaag sta ik hier in de wijk Transvaal in de gemeente Den Haag, waar er een start wordt gemaakt met het woningbouwproject De Oriënt. Achter mij wordt zo meteen de eerste paal in de grond geslagen en wij gaan het samen bijwonen met alle genodigden die hier aanwezig zijn. Het slaan van de eerste paal is altijd heel erg bijzonder, maar deze is wel heel, heel erg bijzonder. En dat heeft te maken met aan de ene kant dat het een ongelooflijk mooi project is. En met name ook het traject wat we doorlopen hebben om zover te komen. En iedereen die erbij geholpen heeft. Dus echt voor mij een heel bijzonder moment. We hebben ooit in de selectiefase hebben we gezegd van De Oriënt, trots als een paal. Nou, dat is ook echt zo. Dus ik ben echt trots als een paal dat het ook daadwerkelijk vandaag van start gaat. We zijn in 2006 hebben een uitnodiging van Stedion gekregen. Stedion is de ontwikkelaar, de grote ontwikkelaar die in deze wijk de meeste woningen, nieuwbouwwoningen ontwikkelt. En die hadden één locatie bedacht dat het leuk zou zijn als er andere ontwikkelaars ook iets zouden ontwerpen. En die hebben toen drie ontwikkelaars gevraagd om ook een visie over die plek te geven. En dat is dus deze plek hier aan de Kempstraat geweest. Dus in 2006 en toen, wat we hebben gedaan, is we zijn de wijk ingereden, gekeken naar welke mensen wonen er nu en welke mensen werken hier, welke mensen leven hier en wat voor product past er nou het beste bij. Ja. Achter dat heel veel mensen heel erg van de wijk hielden die we op straat tegenkwamen en er niet bleken te wonen. En toen zijn we vragen gaan stellen van maar waarom woon je dan niet terwijl je wel van deze wijk houdt? En wat voor woningen zouden dan moeten gebouwd worden om hier toch te gaan wonen? En zo is eigenlijk De Oriënt een beetje ontstaan. Dus eigenlijk vanuit de wijk zelf, mensen die hier graag komen, maar niet woonden. En hoe kunnen we die nou toch aan de wijk binden en hier een huis laten kopen? Dat is eigenlijk een beetje het idee van De Oriënt. Een van de belangrijke dingen die we ook leerden van de mensen, van ja, we willen een ruime woning, maar hij moet ook flexibel kunnen zijn. Dus we willen hem op verschillende manieren kunnen inrichten. We hadden een heleboel platte gronden bedacht, hebben we in een klantenpanel besproken. Dus mensen uit de wijk gevraagd, wat vind je nou van dit product? Ik heb de tekeningen gezien. Ze zijn heel groot, ruim. En voorziet van alle eisen wat ik dus eigenlijk als koper zou willen hebben. We dachten, ja, hoe kun je hier nou een project op maken? Dus moeten we eigenlijk al die keuzemogelijkheden aan iedere koper voorleggen. Doet aan de eisen nu, maar ik heb natuurlijk ook de ruimte om te gaan verbouwen. En dat kan. Ik heb inderdaad wat wel interesse, alleen moet ik nog een oriënterend gesprek voeren. Nou, dat mag het nog een keer. En zo trots als een pol staan die woningen hier. En dat is heel erg aantrekkelijk. Maar ook voor de wijk Transvaal is dat een hele positieve impuls wat ERA gegeven heeft. Hier een fantastisch gebouw komt te staan waar heel Transvaal trots op is. En dat is een verplichting die we ons oplicht en die we ook heel erg voelen. Een fantastisch project, een kleurrijk project. Een project van ERA, maar veel meer. Een project van Den Haag waarvan ik zeker weet dat iedereen het in zijn hart sluit. Ik feliciteer de kopers van de woningen. Ik feliciteer de toekomstige huurders. En ik ben ervan overtuigd dat ze in een prachtwijk komen te wonen. Nu het glas heffen op De Oriënt en op Transvaal. Proost allemaal. Goedendag kijkers, we zijn aan het einde gekomen van dit item. Ik zie jullie tot de volgende keer. Zoals je ziet krijgt de wijk Transvaal in de gemeente Den Haag een nieuw woningcomplex met huurwoningen, koopwoningen, bedrijfspanden. Ik zie jullie tot de volgende keer. Natuurlijk ook een sub-holy toewensen, want vandaag is het Pagua feest. En alle kijkers ook een sub-holy toewensen, ook namens de ERA, zal ik maar zeggen.